gegeven moment gewoon grendig, hè. Dus ja, onder de rechtdoor, een paar paaltjes gepakt, weiland in en pak schade. We moeten gewoon heel hoog eindigen, zo niet de eerste. We zijn wel iets sneller, denk ik, maar verder de verandering van spijsverdeling, dat moet niet eerst worden, toch? Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren waren we hartstikke positief verrast op de tweede plek. Ja, wij ook natuurlijk.
ja, motorproblemen eindelijk een keer voorbij, dus liep super. Ja, tot aan KP6 zeg maar. Ja, even kijken, we kwamen eraan. Ja, op een gegeven moment gewoon geen remdruk meer. Dus ja, met 100 rechtdoor, een paar paaltjes gepakt, weiland in. En pak schade. Ja, super rally geprobeerd om daar aan deel te nemen. Maar ja, we kregen de remmen niet ontploft, dus het houdt vandaag gewoon op. Dus je staat niet aan de start? Nee, helaas niet. Dus, vanochtend tot de laatste minuut geprobeerd, zoals het hoort. Maar ja, het gaat gewoon niet lukken. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Wat gebeurde er? Ja, bak kapot. Voor de zoveelste keer eigenlijk. Geserviced, we reden je weg. Om in de eerste versnelling zetten. Het zat in de achteruit, vast. De spanning is nog wel hoog. Ja, ik denk dat het gebeurd is. In principe moeten we 5 plekken dan 8 of 7 eindigen. Dan zie ik zo nog niet gebeuren. Ja, ik vind niks. 15 minuten vertraging, dus maak je niet meer goed. Helaas. Ik zeg nooit nooit. Nee, dat is waar. Ik kan van alles gebeuren. En 150 links. Kampioenschap!
550, links 2,5, heel glad. 100. 200. 300. 400. Links 2,5. Hier komt hij pas. Ja, is niet te doen, man. Nee. Yes. 100. T rechts 2, glad op van hart. Jezus, staat hier niemand te vlaggen of zo?